Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Voor het onderdeel de voetbalscore bij VV Brielen zijn we naar binnen verhuisd. Want ja, als je toch zo'n prachtig complex hebt, dan moet je alle hoeken en gaten hebben gehad. Nou, we zijn net op het veld geweest en nu zitten we in de bestuurskamer, annex, hoe noemen we het hier? Hans? Business Club. Business Club, Hans Venneke. Ja, ik ga je officieel ook nog even introduceren, want dat lijkt me wel zo gepast. Want voor de oudere kijker een bekend gezicht, kennende van Feyenoord of gewoon de amateurvelden natuurlijk. Voor de jongere kijker misschien nog niet, dus stel je even kort voor. Als voetballer zijnde neem ik aan. Voor mijn part begin je bij de babyjaren. Nou ja, god, ik ben ooit in Rotterdam-Zuid begonnen als voetballer zijnde bij Spartaan 20. Vandaar het verhuis naar Feyenoord, hele jeugd meegemaakt zeg maar en in de betaalde tak terechtgekomen. Van Feyenoord vandaan naar NEC 1 jaar en daarna eigenlijk een jaar of 7, 8 bij Sparta gespeeld. En nog even in het buitenland, in Frankrijk. Ja. Bij? In Clermont-Ferrand, ASM was dat. Dat was de gesponsorde club van Michelin en daar was ik speler-trainer zeg maar. Hartstikke goed. En toen weer terug naar Nederland? Toen weer terug naar Nederland. En tussendoor nog een uitje gemaakt naar Saoedi-Arabië. Was ik een van de eerste Nederlandse trainers eigenlijk die daar gewerkt heeft. Kijk aan. En de mensen, ja tenminste zo bleef ik het in ieder geval. De mensen die je over Hans Venneker hoort, die beginnen dan gelijk over, tenminste elke 30-plusser laat ik het dan maar zo zeggen. Die begint over die ene wedstrijd. Ja. Kijk, dat je doelt natuurlijk op Ajax Feyenoord, of Feyenoord Ajax eigenlijk. De 5-4 inderdaad. Nou, 9-4. Maar 9-4, sorry. Ja, ja, ja. Maar ja, dus scoorde ik de 5. En Feyenoord Ajax komt ieder seizoen uiteraard weer terug. En dan komt dat altijd weer naar boven. Dus uit dat oogpunt blijft dat altijd bij. Ja, en ik zie je ook nog regelmatig rond de Kuip surfen bij allerlei gelegenheden. Niet altijd, maar de keren dat je er bent, word je ook gelijk in beeld genomen. Doet dat nog wat, Feyenoord? Nou, kijk, daar heb ik van jongs af aan gezeten. Dus dat blijft min of meer altijd in je hart zitten, het Feyenoord gebeuren. Ik kom van Rotterdam-Zuid, ben daar geboren en getogen. Dus dat is logisch dat je altijd nog wel wat blijft doen, ja. Okay. En wat doen we in het dagelijks leven op dit moment? Ja, ik ben gepensioneerd. Dus ja, dat is de mooiste baan die je maar kan hebben. Maar volgens mij nog vol passie met van alles en nog wat. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, kijk, de voetballerij blijft trekken. Vooral het amateurvoetbal. Daar ben ik eigenlijk al vanaf mijn 26e jaar bij betrokken. Toen werd ik trainer bij Hellevoet Sluis, terwijl ik bij Sparta full prof was, zeg maar. Dus ja, van daaruit ben ik altijd bij het amateurvoetbal betrokken gebleven, ja. En bij Widderud Witte de laatste jaren de glorietijd. En dan weet iedereen dat die fusie eraan komt en dan stap je over naar VV Brielen. Wat gaat de doelstelling hier zijn? Nou, de doelstelling blijft altijd streven naar het hoogste. En hier komt dat enorm goed uit, want je hebt zelf gezien wat voor accommodatie hier nu staat. Hartstikke goed. Nou, hij komt zo natuurlijk terug, Brielen. Ja. We hebben je gevraagd voor de voetbalscore. We hebben je ook al gevraagd om de uitslagen in te vullen. Dus we gaan gewoon de filosofie erachter bekijken. En ik wil je vragen om er iets over te zeggen. Maar ja, we hebben helaas een kwartier. Dus, en daar hebben we volgens mij al een minuut of 6 van weggesnoept. Okay. Dus laten we gauw beginnen. We doen alle klassen, waarvan de zondag topklasse niet, omdat we daar geen vertegenwoordiger hebben. Dus er komen de 2 uit je eigen afdeling. En we zijn begonnen met ARC Capelle en daar heb je 1-2 ingevuld. Ja, ARC zit een beetje in de onderste regionen. Capelle, een paar keer goed uitgepresteerd natuurlijk. En dus op grond daarvan eigenlijk op 1-2 terechtgekomen, ja. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we gelijk door naar de hoofdklasse. En daar hebben we Excelsior Maassluis ASWH bedacht. En 1-3. Ja, nou ASWH had natuurlijk enorme pretenties dit seizoen. Aardig geïnvesteerd. En ik denk toch dat er een keer uit moet gaan komen. En dus jammer voor Excelsior Maassluis. Maar ik denk dat dan zaterdag moet gaan gebeuren, ja. Ja, want het is een aardige afdeling als je het zo ziet, hè?
Ja, dat is zonder meer zo. Hè. Dat ligt denk ik toch allemaal een beetje dicht bij elkaar. Maar ja, bij ASWH spelen hier de twee broertjes die eigenlijk hier naast zijn opgegroeid bij Vier Polders. Ja, die kwamen nog eens zo bij ons in de zaak met pa en ma. En die hebben natuurlijk heel de school meegemaakt bij Heerenveen en verder. Dus ja, dat moet een keer gaan lukken met die twee. We gaan door naar de eerste klas. Nooddorp Delta Sport, 1-1. Ja, ik denk wat we net zeiden voor die hoofdklas is in de eerste klas eigenlijk ook, denk ik wel enigszins, dat het redelijk dicht bij elkaar zit. En zeker deze twee ploegen, denk ik. Dus zodoende op een gelijkspel uitgekomen. Ja. Nou, we gaan, als we naar de tweede klas kijken, hebben we een klein degradatieduelletje. Schravendeel Theo Goyer en daar heb je 0-2 ingevuld. Ja, die hebben een aardige tik gehad natuurlijk afgelopen week. Schravendeel, ik dacht 8-0 of zoiets. 8-2. Ja. Of 8-2, ja. We kwamen nog wel 2-0 voor hem. Ja, oh ja, 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 ja. Ik heb het op de radio gehoord, ja. Oké. Okay. Nou, Schravendeel tegen 0-2, dan komen we automatisch uit in die derde klasse. En daar zijn jullie zelf actief, dus laten we daar dan 2 van nemen. En dan konden we hem niet laten liggen, want hè, je zoon die heeft een bedrijfje in Hellevoetsluis. En dan doen we ook maar gewoon botleuk Hellevoetsluis. Ja, nou, ik ken Hellevoetsluis uiteraard zeer goed, want dan ben ik 35 jaar werkzaam geweest. Hier de VV Brielen heeft ze 2 weken geleden gehad en met 2-0 verloren. Botlek hebben we ook gehad. Die hebben we met 2-1 gewonnen. Dus ja, ik sla thuis Botlek best wel aardig aan. Maar aan de andere kant, bij Hellevoetsluis zijn 2 verliespartijen achter elkaar. Dus die hebben we wel goed te zetten. Dus dan kom ik gewoon op een gelijkspel uit. Ja, de trainer van Hellevoetsluis was deze week gesignaleerd bij FC Zwolle. FC Zwolle. Maar ja, die zit hier in een afdeling volgens mij. Nee, daarom. Dus misschien dat hij daar wat gaat afkijken. Maar ja. hij was er echt gesignaleerd. Ja. 2-2. Een aardige uitslag denk ik ook. Zeker als je zelf wint bij Benisse. En daar heb je dan ook 1-3 ingevuld. Ja. Kijk, Benisse doet het heel goed. Ze staan boven ons zelfs. Dus ik dacht 2 keer gewonnen. En dat moeten wij nog maar voor elkaar zien te krijgen. En ik dacht dat een mooie gelegenheid was om dat een zaterdag te doen. Dan trekken we dat in ieder geval gelijk met hun. Ja, want je zegt het heeft tijd nodig, maar laten we zaterdag maar beginnen. Ja, het liefst. Kijk, iedere week later is er 1 week te veel. Dus je moet ergens gaan beginnen. En ik zeg, we hebben afgelopen zaterdag een korfbaluitslag gehad met een 5-4 stand. Dus verdedigend zou je dan zeggen, laat je wel steken vallen en aanvallend, als je 4 keer scoort, doe je het aardig. Maar het is eigenlijk steeds andersom geweest, dus dat moeten we maar allebei veranderen komende zaterdag, ja. Oké, nou, we wensen de trainer en de spelers heel veel succes bij deze. Dan gaan we naar die vierde klas en daar hebben we toch een beetje gekeken. We hebben vorige week, moet ik het goed zeggen, bij Siktas geprikkeld. Want die hadden er in geloof ik 4 wedstrijden tijd 26 tegen. Dus toen dachten we van nou, hè, dan kunnen we op zaterdag ook wel eens even kijken bij OFB DBGC. Want OFB die heeft er 25 tegen inmiddels. En DBGC scoort er lustig op los, maar je hebt geen genade gekend. Nee. Ja, ik denk dat DBGC de gedoodverfde kampioen in die vierde klasse natuurlijk is. Met de achtergrond die ze vanuit het zondagvoetbal meenemen. En de cijfers die tot nu toe liggen er niet om. En dan denk ik dat inderdaad op 0-8 komt, ja. Laten we gauw naar de zondag gaan. We dachten een mooie te vinden in Westlandia Nieuwenhoren. Ja. Nou, daar was je een beetje verdeeld over en vandaar de 1-1. Ja, in die zin dat normaliter denk ik dat Nieuwenhoren eigenlijk best wel sterk kan zijn. Alleen ze hebben een beetje moeite met scoren. En dat is heel jammer, want de jongen van Wit-Rood-Wit, Charles Harsel, speelt daar normaliter in de punt. En die zou het eigenlijk wel moeten kunnen. Maar ja, die zal ook denk ik enigszins moeten wennen aan het niveau. En de snelheid van handelen en dergelijke. Dus ik ben er wel van overtuigd dat dat in de toekomst voor hem eruit gaat komen. En dan ook voor Nieuwenhoorn. Dus maar
Ja, ik denk dat op grond daarvan een 1-1 voor Nieuwenhoorn een mooie uitslag zou zijn, ja. En laten we dan hopen dat die ene maakt. Ja, het zou nog helemaal leuk zijn, ja. Nou, in de eerste klas hebben we Papendrecht-Nieuwekerk en daar vul je 1-2 in. Dat zou de tweede overwinning op rij zijn voor Nieuwekerk. Ja, daarvoor juist. Nieuwekerk kennen we eigenlijk heel goed. Vanuit het wit gebeuren, die hebben we een paar jaar natuurlijk meegemaakt. Die hebben in die periode hadden ze ook al een goede ploeg. En ik denk dat ze zich alleen maar versterkt hebben. En ja, als de eerste over de Dam is, dan volgt de tweede ook. En Papendrecht hebben wij toevallig vorig seizoen tegen geoefend. Daar wonnen we ook van. En ik denk dat die zaten toen in Zuid 1. En ik denk dat dat toch een wat minder niveau is als het West 2 gebeuren. Dus op grond daarvan kom ik op 1-2 uit, ja. Oké, hartstikke goed. In de tweede klas, en ik denk dat we daar een hele mooie voor je hebben gevonden, OVV Spartaan 20. Ja, OVV doet het eigenlijk niet zo goed dit jaar. En Spartaan begon ook wat minder, maar dat gaat toch weer de laatste weken wat beter, dacht ik. Ik denk dat daarvoor heb ik het ook op 2-2 gezet. Dat die krachten bij elkaar zich weinig ontlopen. Het is hier natuurlijk een regio gebeuren met OVV. Dus ze zullen best wel willen winnen. Dat willen ze allemaal natuurlijk. Maar 2-2 denk ik dat haalbaar moest zijn, ja. Oké, okay. Ja, dan gaan we gelijk door in de derde klasse met een mooie derby. Hermes DVS SVV en ook daar denk je 1-1. Tenminste, denk je 1-1. Daar denk je gelijk 1-1. Ja, het zijn natuurlijk alle twee oudbetaalde ploegen uit mijn tijd nog. Ken je de trainer van SVV? Ik zou dat moeten weten eigenlijk. Ik kijk stiekem even naar je zoon. Gerard van Ruitenburg. Oh, nou, die heb ik inderdaad meegemaakt. Dat was bij Olympia, hè? Of Donk nog? Ja. Oké, okay, ja. Ja. En die ook oud Feyenoorder natuurlijk. Als supporter hoor. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, een trainer uit het Gouds inderdaad en ook een oud Feyenoorder. Ja. Maar ik weet inderdaad dat je zoon nog met hem heeft gespeeld. Tenminste, onder hem heeft gespeeld. Ja. Dus. Ja. Maar goed, 1-1. En inderdaad, SVV is upcoming. We hopen daar nog dit jaar te komen. Maar goed, de tijd zal het uitwijzen. De vierde klasse Overmaas, Meeuwenplaat. En daar heb je 2-0 ingevuld. Ja. Ja, Meeuwenplaat doet gewoon niet goed. Mijn vriend, we hebben nog samengespeeld in het vijfde bij CVV onder andere. Louis Jacobs is natuurlijk al ontslagen daar. En dat geeft al een geen prettig gebeuren naar zo'n groep toe, denk ik. En Overmaas draait redelijk dit seizoen, dus dat moet kunnen. 56 punten was het aantal, 57 sta je bovenaan. U kunt zelf ook meedoen. Gaat u dan even naar www.voetbalrotterdam.nl, dus niet naar .tv, maar .nl. En daar kunt u ook de Erea Sportpoint voetbalscore invullen. En daar ziet u dezelfde wedstrijden en heeft u dan aan het eind van de maand de meeste punten, net zoals Marcel Peter Nauta. En het blijkt één persoon te zijn. Ik heb hem namelijk op Facebook, voegde die me gelijk toe. Als zijnde van, nou, alsjeblieft, hier zie je het, ik ben één persoon. Dus mocht u wat willen weten, via Facebook komen we ook een hele hoop te weten. Maar dan kunt u zelf meedoen. En aan het eind van de maand ligt er voor de nummers 1 en 2 dan een prachtige trainingspak klaar. Ik wil u weer bedanken voor het kijken. Ik wil Hans bedanken voor de deelname en voor het schitterende ontvangst hier. Ik denk dat iedereen die op dit complex komt, jaloers kijkt naar zijn eigen complex. Ja. Kijk, we zijn in een gelukkige omstandigheid dat dit weer nieuwer dan nieuw is natuurlijk. Dan is het altijd mooier dan iets anders eigenlijk. Want van de fouten ergens anders gemaakt, daar hebben ze hier dan weer van geleerd. Dus ja, het is gewoon een uniek gebeuren. En we hopen eigenlijk met de club, zeker ook via de jeugd, een soort van voorbeeldfunctie te krijgen hier op de eilanden. En dat zou hartstikke mooi zijn. Hartstikke goed. Nou, we komen volgend jaar graag nog een keer terug, want het ruikt nu nog heel erg nieuw. Dan kijken hoe het dan ruikt. Aanstaande zondag kunt u dus kijken naar de voetbalquiz met Teun van den Berg. En dan sluiten we de week hier bij het prachtige Brielen af. En hopelijk zien we u dan weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS.
Prodex en OMS.